kreeg ook nog het verwijt van dat pannenkoek stond uit te delen. Dat een vrouw van het houten speelgoed zei van... je hebt helemaal geen pannenkoekenuitstraling, zei ze. Ja. Nou, in die stemming stonden we in Velp. Ja, ze vond dat ik wel een pannenkoekenuitstraling had. Ja, jij was gezellig. Ja, ze zei, waarom sta jij, ze tegen jou zei, waarom sta jij niet daar in die kerf en dan staat hij niet buiten, want hij heeft een pannenkoekenuitstraling. Ja. Had ze wel een klein beetje gelijk in. Klopt, ik was inderdaad, had ik toen nog, durf ik nu wel toe te geven, totaal geen pannenkoekenuitstraling. Ook omdat je nog heel veel rookte toen.